Hallo allemaal en welkom weer op een gameplay movie van... Euro Truck Simulator 2. We gaan nu zoals zulke van richting België terugrijden. We zitten nu in Berlijn. Dat laden duurt altijd zo wel lang, hè. De vloer is lava. En we eens even kijken. Als er iets richting... voilà. Richting Luik. Jammer genoeg niks richting Brussel. Nee. De rest blijf je echt in Duitsland. Ja. We gaan dus deze opdracht nemen. Berlijn naar Luik. We gaan dus LPG vervoeren. Waarom maak ik ook altijd screenshots? Dat is gewoon voor bij mij ook in de titel beter te kunnen omschrijven. Kan ik hier nergens slapen? Oké. Ah, die staat hier al. Maar waar dan? Even kijken waar die staat. Ah, daar. Oké. Ik moet nog even gewoon naar een rustplaats gaan om gaan te slapen. Dan zal ik dan subiet doen. Oké, we gaan dus nu naar België toe. Ik moet nog eerst wel uitrusten. LPG zijn we nu aan het vervoeren. Dus bij de eerste rustplaats, daar gaan we ook al stoppen, hè. Hoe lang kan ik eigenlijk nog rijden? Nog 4 uurtjes. Maar ik denk niet dat ik dat ga halen. Het zijn 10 uur rijden. Oh, ik zie het al, ik moet al terug naar daar. Oké. Ik moet dus niet gaan tanken in deze gameplay. Maar wel rusten. Heb ik in de graag? Zag daar een met 4 pinkers aan staan? Ik weet het niet. Ik weet het niet, heb ik daar enige raad, ja of nee, ik weet het niet. We gaan richting Hannover. Maar hier alle snelheid eruit, even uithalen voor deze bocht natuurlijk.
En nu geef ik geen gas bij tot ik onder ben. Want ik wil niet kantelen. Nu ben ik terug wel gas bij aan het geven. Slaaflekker gaan we toch tegenkomen, hè? Hoop ik er. Even kijken. Rustplaatsen. Ja. Goh, genoeg. Genoeg. Genoeg bedden. Genoeg bedden. Kun je gezegd, we gaan richting Hanover. Dus binnen 1 kilometer kan ik een rustmoment doen. De tankteken al staan. Maar geen slaapteken. Oh jawel. Ik reed er gewoon langs door. Ah, oké, ik rijd niet bij de rustplaats. Dus het gaat de volgende worden. Oké, ja, kan gebeuren. Maakt niet uit. Ja, hij heeft zich al in. Oei, oei. Daar is weer een ongeval gebeurd. Rustig te voorbij rijden. En een vrachtwagen helemaal uitgebrand. Je nog niet tegen mij komen, hè? Dan moeten we tot aan de volgende slaapplaats komen. En dan kan ik nog rijden. 2:30. Komt goed. We zijn naar onze eigen landje aan het rijden. België. Maar wel de Waalse gedeelten. Luik. Liège. Maar ik kan wel geen Frans, alleen het woordje Liège. Ik zeg er altijd, meestal zeg ik altijd Liège. Maar dat mag je zo niet uitspreken. Het is Liège. Veel ongevallen. Maar het is al 11:30 s'nachts. En hier in het echte leven is het 11:45 s'nachts. Oké dan. Kom maar. Oh, ik
ik heb jeuk aan mijn been. Dan moet ik krabben hem. Oh, ik heb al jeuk. En ik heb mij er juist nog gedoucht. Ik snap het niet. Ik zie weer al een pitstop. Hopelijk pak ik hem weer al niet verkeerd. Oh, ik zie weer een flikken, hè. Weer een auto uitgebrand. Oei oei, met een ambulance erbij, dat is nooit goed. Ik ga me hier langs mij zetten, langs een collega, maar eentje er gewoon tussen. Voilà, zo. Staat er nog altijd. Oké, dan, we gaan wel vertrekken al. Want we hebben LPG af te leveren. Staat Liège er nog altijd niet op? Nee. Zie ik, ik zeg het nu weer al Liège. Het is Liège, 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 Liège. Ik ga weer al wat meer. Ik wil wat meer gameplays gaan online gooien op mijn kanaal. Ik vind dat leuk. En breng me ook tot rust. Ik was even naar de politie getuurd. Nog 444 kilometer. Holy shit. Ja, hier hebben we de twee. Een rijvak afgesloten. Een auto op Zinnekamp beland. Ai, ai, ai.
En bus. Ja, kan ik daar nog niet eens tussen. Want ik moet wel niet aan die kant voorbij steken. Hè. We nemen afscheid van de bus. Ik zit er gewoon relaxed erbij aan. Oh yeah. Even LPG verzenden. Wel op mijn leefvak blijven. Ook wel eens leuk om te zien. Een andere view. Zoek eens wat andere views is gegeven. Ik zit toch liever in mijn truck. Nog 9 uurtjes kan ik rijden, dus bij de volgende opdracht moet ik eerst rusten en dan pas een opdracht gaan zoeken. Kom aan, yes. Waar blijf je op de borden? Waar blijf je op de borden, Liège? En nu zeg ik het wel goed. Weer een driehoek. Dat snap ik niet helemaal, want de auto's staan daar juist weer op het vertragen. En als je dan weer al zo dichtbij komt, dan ja. Je gaan ze opnieuw vertragen, ziet. Thank you.
Oh, dat is ook wel zo'n leuk tuintje op de achtergrond. Zalig zo met de muziek op de baan. Je eigen vrijheid hebben. Langere termijn van totaal 1446 euro werden betaald. Oké. Okay. Ik moet ook belastingen betalen, hè mensen. Ik moet ook belastingen betalen, ook in game. Duitsland is toch wel echt immens groot. We gaan nu richting Doermond. Rijden richting Doermond. Hier heb je de helikopter weer, maar ik heb zo laatst nog eens heb gezien. Kom aan, kom aan, omhoog, omhoog, omhoog. Voilà, ça. Richting Frankfurt, Doermond. Die trein achter mij. Ik heb Australië gezien, ik heb treinen gezien, ik heb een helikopter al gezien. We zitten hier nog allemaal in het spel. Nu zeg ik wel leuk staan. Leuk, voilà. Liège. Dan staat het er ook nog eens in het thuis ook nog eens op. Oh, ik had jeuk. Oké, we gaan nog 181 kilometer doorrijden richting Luik. Of hoe ze het in het Frans zeggen, Liège. En je schrijft het Liège. We komen weer op een klaverplaat uit. Dan kan ik nog rijden. C.
7 uur. Brussel ook rechtdoor. Brussel staat er nu ook op. Dus op deze, bedoel, op deze reishoek moet ik dan blijven. Nietje. Brussel. Tussen de bomen. Tussen de bomen. Even snel te rijden voor ze waarschijnlijk. Allee, ik toch nu weer al ietsje sneller. Ja, Luik, of beter gezegd Liège, ligt in de Ardennenkant. Dus een, aan de heuvelige kant. Hier kan nog een rest wat bij. We zijn nu de laatste We gaan nu de laatste 100 kilometer in. We zitten in de heuvellandschap. Dus dat betekent dat we dichter en dichter bij Luik Liège aankomen. Weet je wie er eigenlijk ook nog op moest staan? Bretagne. En daar dan allemaal sneeuw. Dat kan wel mooi zijn. Hier de brug waar we al regelmatig hebben dan al overgereden. Kerpen ken ik niet. Keep left. Okay, keep left. Brussel. Leuk. We zitten nog blijkbaar nog altijd in Duitsland. Oh. Wanneer komen we aan in België? Het moet nu toch elk moment zijn. Mijn thuislandje. Hier zullen we dan direct wel toch in België toch gaan aankomen, want ik zie de finish vlag al, de rode vlag. Ja, ik zie de Belgische vlag al hangen, de Europese vlag.
de Duitse vlag. Aan de andere kant wel natuurlijk. Nu richting Luxemburg even rijden. Hier moeten we af. Dan nog 16 kilometer kleine baan. Hier een heuveltje op. Deze ook al uitzetten. Ik zou zeggen, dan vergeet geen duimpje omhoog te doen. Vergeet hier onderaan niet te abonneren op mijn kanaal. En vergeet ook niet om mijn buiten te drukken. Dan blijf je al door de manier dat er een nieuwe gameplay, video, vlog of noem maar op online gaat komen. Ik zit hier in een straatje van 30, kom maar. Dat is wel een hele stuk hoor nog. Voor een straat van 30. 5 kilometer man. Alessa, hoeveel heeft dat mij opgebracht? 24.000. En hopsaatrekens, we zijn weer al een level hoger. Dus we kunnen weer een lange afstand erbij doen. Dat betekent dat we nu vrachten langer dan 1500 kilometer kunnen gaan rijden. Daarna gaan we dan door naar deze hier, rank 3, voor de waardevolle vracht. Plus 15 hoge beloning, toename van 5% bij een waardevolle vrachtlevering. Oké. Of hier, 20% hogere beloning, 5% toename voor het afleveren van breekbare lading. En choose on time. Oké. Is de 18 hogere beloning, 3% toename voor het voltooien van een belangrijke levering, plus 30% voor een hogere beloning, 5% van toename voor het voltooien van een dringende aflevering. Oké. Oké, ik heb nu dus al deze vrachten. Deze heb ik dus allemaal al geunlocked. Dus dat is goed. Ik ga sowieso zeggen, wacht hè. Met deze stof werk ik soms. Dus even kijken als we nog ergens stoffen zien waar ik mee samenwerk. Nee. Nee. Ook soms dat er een doodskop er nog wel bij staat hoor. Lange afstand. Voilà. Doorzoek de contracten, eens even kijken wat dat is. Ziet. Die moet heel snel gereden worden. België naar SKO, jong. Het zijn wel lange afstand. Eens even kijken als er niks in België zelf is. Luik naar Luik. Luik naar Luxemburg. En daar ging mijn camera weer. Snap dat niet, waarom ga je altijd lopen, camera? Oké. Maar ja. Ik heb nu een opdracht gedaan.
Ik zie jullie allemaal de volgende keer terug. Dus ik ga het nog een keer zeggen. Eerst opslaan, Dimitri. Vergeet geen duimpje omhoog te doen. Vergeet hieronder niet te abonneren. En vergeet ook niet meer pakken dat te drukken. En blijf hier op te horen wanneer dat er een nieuwe vlog, video of een livestream is. Ik zie jullie allemaal de volgende keer terug. Tot later allemaal. Yo, 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 yo.